Goedenavond allemaal. Eerst en vooral wil ik de organisatie uiteraard bedanken dat ik hier tussen zo'n inspirerende sprekers, dat ik tussen dat rijtje mag staan. Jullie hebben mijn grootste inspiratiebron gezien, maar ik moet wel degelijk bekennen dat een van mijn andere inspiratiebronnen de grootstad is. Ik hou wel van die dynamiek, die uitdagingen, de wereld in één stad. Maar ik heb ook wel wat moeite. Ik heb moeite, ik ben aan het kijken hier, met de PowerPoint enerzijds, maar anderzijds. Voilà. Oké, de grootstad. Ik heb ook wel moeite met het toch wel gebrek aan moed af en toe, om uitdagingen in deze stad te erkennen, om uitdagingen ook tegemoet te gaan. Het gebrek aan lef af en toe, om over beleidsdomeinen heen te beslissen om af en toe politieke ego's opzij te zetten voor de burgers. Neem nu diversiteit. Ik geloof er niet in dat dat de verantwoordelijkheid kan zijn van één persoon, van één schepen, van één kabinet. Ik geloof erin dat dat een verantwoordelijkheid is van het hele schepencollege, de gemeenteraad, maar absoluut ook van ons allen en ook alle organisaties die daarvoor gesubsidieerd worden, gefinancierd worden om hun plicht te doen. Ik ben zelf 25 en ik ben uiteraard ook op zoek naar een huisje. Hè. En dan merk ik toch wel dat de stad jonge gezinnen wil aantrekken en dat het woonbeleid er staat. Men investeert wel in stenen, maar te weinig in mensen. Jonge gezinnen moeten vaststellen dat hun kind bijvoorbeeld misschien niet naar school kan gaan. De vrije tijdbesteding de dag van vandaag niet altijd op maat is van jongeren. Of dat sportclubs bijvoorbeeld gewoon aan het maximum van hun capaciteit zitten. Ik ben niet de persoon dat problemen naar beleid toeschuift. Integendeel. En dat is waar wij met Let's Go Urban wel gekend voor staan. Wij trachten jongere burgers in bij te brengen. Wij trachten hen ervan bewust te maken dat indien men fysiek en mentaal gezond is, dat men absoluut moet bijdragen tot onze economie. Anderzijds heb je toch wel de vele school drop-outs waar we mee geconfronteerd worden. Spijbelgedrag, hangjongerenproblematiek. Dat volgens mij het gevolg is van het jarenlang onderschatten van de kracht van jongeren en daardoor ook de kracht van het verschil. Nu, ik ben op zich een kritische optimist. Ik wandel ook zo door het leven. Maar als ik dan toch kritisch moet zijn, dan doe ik dat naar die beleidsdomeinen die mij het nauwst aan het hart liggen. Zo heb je bijvoorbeeld jeugd, waarin ik toch wel moet merken dat er heel veel faciliteiten zijn over heel Vlaanderen, maar dat niet alle jongeren de weg kennen naar die jongerencentra. Anderzijds heb je onderwijs dat mijns inziens nog steeds te veel gefocust is op tekorten in plaats van op talenten. We hebben het watervalsysteem, we staan aan de top wat betreft ons onderwijs, maar we staan ook aan de top wat betreft de kloof tussen allochtoon en autochtoon. Is ons onderwijs daarom gefaald? Ik denk het niet, niet voor ons allen. Is er nog werk aan de winkel? Jazeker, en dat maakt de uitdaging voor de komende jaren eens zo groot. Anderzijds heb je toch ook wel cultuur, cultuurparticipatie van kinds af aan. Daar gaan wij bij Let's Go Urban ook wel voor. Maar toch geven de bezoekcijfers weer dat er een oververtegenwoordiging is van een 47-jarige middenklasse blanke vrouw, terwijl deze ondervertegenwoordigd is in de grootsteden. Je gaat dan diversiteitsmedewerkers aanwerven om bepaalde doelgroepen te bereiken, waar ik absoluut ook pro ben. Maar we gaan voorbij aan de kern van het probleem. Diversiteit moet gedragen zijn door een heel team, moet doordrongen zijn in uw beleid. En ik merk dat vele kleinere culturele centra wel op de goede weg zijn, wel ervoor zorgen dat allochtoon niet de doelgroep is, maar allochtoon en andere kansengroepen eigenlijk deel zijn van het team. Nu, we spreken vaak over dure woorden zoals multiculturaliteit, interculturaliteit, diversiteit, integratie, zingeving. Dure woorden waarin we absoluut in moeten investeren. Maar ook daar heb ik weer wat moeite met de manier waarop dat wordt gedaan. Zo heb je bijvoorbeeld het subsidiesysteem waar je een project mag indienen en als je gewoon de criteria invult, kansarmen, allochtonen,
diversiteit, dan krijg je middelen om je ding te doen. Wij geloven erin dat je andersom kan werken. Dat je eerst als organisatie met beperkte middelen een project tracht op te richten, bottom-up. En dat je dan met de resultaten die je hebt, dat je daar beloond voor kan worden. Zo hebben wij dus de productie die je daar een fragment van hebt gezien, zo hebben we die bijvoorbeeld niet gedaan met subsidiemiddelen. Die hebben we gedaan met privémiddelen uit de privésector, die absoluut ook moet bijdragen tot die maatschappelijke projecten. Dus investeren in diversiteit en dergelijke, absoluut. De manier waarop, daar is nog wel wat werk aan, denk ik. Als ik echt spreek over Let's Go Urban, en daar zijn we ook gekend voor, dan denken de mensen vaak dat het over een dansschool gaat. Nu, het is wel meer dan een dansschool. Ik ga even heel snel doorheen Let's Go Urban en hoe het is ontstaan. In 2009 eigenlijk had ik twee vaststellingen aan mijn studies als onderwijzeres. Enerzijds de jongerencultuur die volop in evolutie was, de urban culture, zeer veel linken met de grootstad, de dynamiek weer, de diversiteit. En anderzijds hadden we toch wel wat faciliteiten en op dat moment ook een kabinet van jeugd dat zeer atypisch was en best wel de stimulans wil geven aan projecten van onderuit. En nogmaals, Antwerpen als jongerenstad doet het ook fantastisch. En ik denk dat vele steden buiten Antwerpen daar zeker een voorbeeld aan kunnen nemen. Dus die atypische houding van het kabinet jeugd heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik dan mijn eerste, de eerste urban culture organisatie kon opstarten, die de dag van vandaag gelukkig nog steeds bestaat. We werken eigenlijk vanuit een piramidestructuur waarbij we een brede basis hebben. Iedereen is wel gekomen. En bovenop in die piramide gaan we meer differentiëren in stijlen, in niveaus. En trachten we de jongeren die je bijvoorbeeld vandaag hebt gezien ook uitdagingen te bieden, zodat ze meer met hun talent te doen. Ze kiezen daar dan voor om erin verder te gaan. En dan gaan we meer en meer focussen op de generieke attitudes en vaardigheden, zodat ze wel degelijk die producties tot een goed einde kunnen brengen. Dan gaat het over discipline, time management, samenwerken. Dus verschillende vaardigheden die men zowel binnen de schoolmuren en uren leert, maar zeker en vast daarbuiten ook meekrijgt van ons uit. We zijn gevestigd in jeugdcentra en dat maakt het enorm interessant. We zijn zeer verspreid in de stad. En er is ook een mooie samenwerking tussen de verschillende jeugdcentra. Als je kijkt naar Muziekcentrum Trix bijvoorbeeld, waar we een mooie samenwerking mee hebben, dan zie je dat er meer en meer jongeren, ander soort jongeren, ook de weg vinden naar dat muziekcentrum. En zo kunnen we samen groeien met de faciliteiten die er uiteindelijk reeds waren. Nu, we doen af en toe dus die uitdaging, zoals de opera en dergelijke, en bereiken daar toch wel een heel breed publiek mee. Echt een reflectie van de samenleving, waar je zo ziet verschillende etnische achtergronden, sociale klassen, religies. We hebben heel wat aanmeldingen gehad de afgelopen 3 jaar en wekelijks kunnen we rekenen op een 400-tal individuele jongeren in Antwerpen, Boom. En we zijn nu opgestart ook in Limburg. Dus we gaan ondertussen uitbreiden. Wat de opera betreft, maar ook de Night of the Proms en dergelijke meer, bieden we die uitdagingen om ook te tonen aan jongeren dat we het wel degelijk au sérieux nemen, dat we hen au sérieux nemen, waardoor ook zij net dat stapje meer of net meer energie gaan geven in de organisatie, een extra engagement gaan bieden, wat ook wel nodig is. Een paar highlights, die zeggen misschien niet veel, maar ik zal de Cinderella-productie eruit halen, waarin ik hoop dat het filmpje zo gaat afspelen. Als het niet lukt, dan moet jullie gewoon komen kijken. Deze zomer speelt de Cinderella 10 keer, dus kom gewoon af. Jullie hebben uiteindelijk al onze jongerenproductie gezien. Ik wilde gewoon laten zien dat we ook op professioneel niveau ervoor willen zorgen dat er tewerkstelling is. En dat doen we dus door professionele producties te creëren. Ook dat doen we met privémiddelen momenteel. En we trachten eigenlijk die producties te doen met die mensen die
echt kiezen om fulltime met bijvoorbeeld dans bezig te zijn. Nu wil ik toch al eventjes beklemtonen dat we niet enkel met dans bezig zijn. We openen bijvoorbeeld deze zomer, 1 juli, een nieuw project in samenwerking met de Zomer van Antwerpen, waar jullie ongetwijfeld nog meer over zullen horen. Maar we zijn bezig op urban sports, urban music, urban dance en urban media, waardoor we nu echt een urban culture organisatie zijn en geen dansorganisatie meer. Ik eindig waar ik ben begonnen, bij de steden, die voor mij toch wel broedplaatsen zijn van innovatie, creativiteit, plekken van culturele diversiteit ook. En waarin de jongeren in die stadsontwikkelingen toch wel belangrijk zijn. En investeren in de jongeren betekent ook investeren in de toekomst. Dus inzetten op hun ontwikkeling maakt dat we ook bij Let's Go Urban zien dat we een duurzaam project hebben en dat we wel degelijk iets hebben bereikt met jongeren die daardoor zelf ook verder kunnen door empowerment. Dus mijn project vertrekt van onderuit. Het is een bottom-up verhaal waarbij empowerment absoluut de rode draad is. En we trachten die concepten te creëren waarbij we alle lagen van de bevolking mee bereiken en die ook een return kunnen bieden aan de maatschappij. Uiteindelijk is er niets belangrijker dan jongeren toch wel voor te bereiden op een vrij harde, soms individualistische samenleving. En dat doen we door hen te helpen in te ontwikkelen, een zelfwaardig gevoel te ontwikkelen. Met als gevolg dat jongeren een beter inzicht hebben in zichzelf, dat ze hun zwaktes beter kunnen compenseren doordat ze hun sterktes kennen, dat ze bewustere studiekeuzes maken, dat ze doorzetten in datgene wat zij willen doen en vooral dat zij met hun passie, met hun vuur, met hun zelfzekerheid, hopelijk hun toekomstige werkgever ervan kunnen overtuigen om voor hem of haar te kiezen. Mijn project gaat uit van de kracht van jongeren, wat ook de kracht van het verschil is. Diversiteit is bij ons gelukkig nog steeds een feit. Dank u wel. Dank u.